Goedemorgen allemaal, het is vandaag de grote victory. Het is nu bijna 8:30. Ja, en ik zie er nog niet uit. Nee. Het is vandaag dus 11 december. Ja, trouwen. Jessica is er ook. Ilona is er ook. Goedemorgen. Mijn mama is er ook. Hi. En mijn oom is er ook, maar die wilde nog niet op, maar zometeen wel weer. Gaat goed. Met hem. Mascara even bij willen. Ja, bijna wel. Dus, Melissa is er ook. Hey, Melis! Kijk. Voor de vloggers. Ja, voor de vloggers. Kijk, daar is Melissa. Hi. Hi. Nou, ik ga me zo omkleden en dan zien jullie mij straks. Wat wil je? Ja. Morgen. Nou, goedemorgen. Hi. En dan zeg je van dit is de camera van ons, van mij. Zet weer van mij. En niet van hem. Ja. Karin wordt nu lekker in de make-up gezet. Is zijn make-up dan wat zachter? Nee. Hè? Nee, niet. Jammer. Wat is jammer? Dat ik niet sla. Ze schrok. Oh. Ja. En dat heb ik nooit bij hem, maar het is eventjes een andere stoel. Dat we eventjes even rennen. Natuurlijk, altijd, weet je toch? En weet u wie en wie hij allemaal op en op de foto zet, man? Ik heb dat genoeg aan dat duwtje. Gewoon erop smeren. Ik heb het er ook op enkel een keer een grotere fles thuis. Ja, maar dit is L'Oreal, man. En wat denk je wat ik thuis in sta? Oh, ja, wel! Oh, er werd dus even reclame gemaakt, maar we worden er niet voor betaald. Ik heb gewoon de dure gepakt, helemaal fout. Niet fout, is goed. En dan ben ik tenminste eens een keertje duur. Hey, Loon! Nou, dit is dus mijn fotograaf. Ja, dat wist ik al. Ja, en dit is Henk Ros. Als je hem wil vinden, googelen. Wel nee. Echt niet. De link en die krijgen jullie allemaal onderin. Scheelt weer. Zo vakkundig ben ik nog niet hoor, Karin. Dat ik dat voor elkaar krijg. Jawel. Gewoon in uw beschrijving. Ja, nou dan mag ik het man wel doorsturen. Ja, dat is geen probleem. En als u gewoon artfotos.nl doet, man. Art. Als je daar 5-6 opnames maakt, dan pak je die maar eens aan elkaar. Maar ik blijf niet staan, ik ga weer zitten. Ga staan. Ik heb vroeger heel veel filmpjes. Nee hoor, wel kleine stukjes. Oké, moet je uit? Daar, dat is Ik hoef dat allemaal niet te doen, te draaien en te doen, hè? Gewoon richten maar. Ja. Oké, iedereen klaar met foto's maken? Nee. Ja, nou, en de bruidspaar, zijn we dat alweer? Juist. Het aanstaande bruidspaar, die zitten nu in een mooie auto. Een mooie Jeep. Heel mooi. Heel mooi, ja. Precies. Hoe gaat het met jou en met jouw zenuwen? Ik merk nu dat ik veel zenuwen heb, ja. Heel mooi. Scheelt weer. Ja, mooi hè? Ja, heel mooi. Joehoe. Hè? Joehoe. Dat is leuk. En dan hebben we hier ook nog allemaal auto's. Ik zal even een beetje inzoomen als dat lukt. Kijk, we hebben ook nog. Kijk, we hebben allemaal volgauto's. Hier achter zit
en de twee Henks en met mijn andere mama, Ilona. Daarachter zit met die vlaggetjes, ik weet niet of jullie die kunnen zien, mijn oom en mijn tante en mijn surrogatenzus, Jessica. En daarachter zit Alex met en met mijn schoonouders en met mijn schoonzus. Ja. Yeah. Dus, het is hier nou ook lekker warm in de avond. Het kan net koud. En een stoplicht niet hoor. Mag dat? Nee. Gelehesjes.nl mag niet. Kijk. Ja, jullie moeten nou een stoet voor laten gaan, dat is leuk. Ja. Helemaal. Tuurlijk zit er maar aan. En jullie dit idee? Wat jullie rol en taak
dochter bijstaan? Onderhand? Ja, helemaal waar. Zo ook als eventjes traantjes heb, eventjes helpen. Nou, mooi. Heel mooi. Blijven, met traan uitblijven. Ja, nou, heel mooi gezegd hoor. Het klopt allemaal. En ik wil jullie ook nog even nagedoen in het kort waarom de wetgeving de buitenkant kleding moet voorleggen en dat dit vast is. Het heeft te maken met vier punten die we eigenlijk zo meteen moeten onthouden. En we zijn allemaal afgevraagd van deze serie. Maar deze vier vragen die we vier punten onthouden, want aan het einde van de serie moeten we twee achten onderzeven. Eén achte waren we hier in de derde verdieping en één achte waren we in andere. Daar zit onze centrale bewaarplaats. Alle achten in Nederland komt ook daar. Verwacht ons er iets van die achten gebeurd, hè? Dan begin ik bij mevrouw. Ja? Mevrouw van der Werf verklaart u aan te nemen op de wettige echtgenoot de heer Stademan. En belooft u getrouwd alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de juridische staat verbindt? Wat is hierop uw antwoord? Ja. Vertuigen, heb u het gehoord? Ja hoor. Nou, mevrouw. Moet ik het nog een keertje herhalen? Ja, heel graag! Nou, duidelijker kan niet. Hey, u bent getrouwd, maar met wie? Daar komen we nu achter. Meneer Staalman, verklaart u aan te nemen tot uw wettige echtgenote mevrouw van der Werf en belooft u getrouwd alle plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja, dat zou ik doen. Jee, hebben jullie het gehoord van mij? Ja, 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 ja. Nou, dan verklaar ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand in Gravenhagen dat mevrouw van der Werf en meneer Staalman door het huwelijk aan elkaar zijn verbonden. U mag elkaar feliciteren. Een kus. U mag elkaar kussen. Foto's, camera's. Goed zo. Zo, ja. Wat zijn wij nu? We zijn getrouwd volgens mij. Ik heb een ring op. Is het zo? Ben geringd. Geringd. En nou zit je aan de ketting aan me vast. Ja. Je hebt een ketting om. Dat echt. En dat zei Jan altijd. Ja. Ja, ik ben ik krijg een ketting om mijn poot heen. Ja. Dus dan weet je dat eventjes. Okay, zie ik daar een ketting op jou te wachten. Nou, ik wou het eigenlijk nog gekker maken, maar dat hebben we maar niet gedaan, want dat mag eigenlijk ook niet meer. Met blikjes achter de auto. Ah, ja, ja. Nee, maar dat mag niet meer. Blikjes achter de auto. Geen zo'n trok bij als die blikjes gaan slijten, nee, ja. Dat gaat eruit. Nou gaan we naar onze mooie shoplocatie. Ja, en ik ben ook blij en dat Ilona mee is. Mijn mama, mijn papa. En mijn ouders hebben dus namelijk een knuffel aan elkaar gegeven. Ja, heel bijzonder. Bijzonder in dit. Ja, precies. We
iedereen mee gelijk? Ja? Ja, ja dat is mooi. Ja, ik weet en dat je alles in de raad houdt, scheelt weer. Dat is mooi. We houden heel veel van elkaar. Nee, dat is niet zo vies. En Henk Ros die heeft inderdaad mijn... Hij moet eventjes mijn en mijn make-up een beetje bij me doen straks. Een beetje. Je bruid moet er gewoon bij. Ja, mensen, we zijn nu bij de fotolocatie. We gaan lekker allemaal foto's maken met het bruidspaar en alle genodigden. En we hebben een heel mooi park voor. Heel mooi weer, een lekkere zon. Nooit meer trouwen. Nooit meer. En we gaan weer even een stukje lopen. Oh, het is koud. Dan gaan we weer lekker veel foto's maken. Daar staat het bruidspaar. Wat? En dan gaan we nog even verder. En we gaan nu foto's maken met de bruidegom. En de bruid staat nu naast me. Dit is nog gefilmd. En dit is nog de tijd die hier ook weer opkomt. Dus je heeft in principe altijd maar 8 minuten te filmen. Ja. Bruis staat naast me. Ja! Yeah. Even niet op de foto. Nu even niet, nee. Gezellig. En we staan nu hier op het Schakenbos. En mijn andere mama. Ja. En daar zijn ze nu aan het foto's maken. Oh. En mijn mama is er ook, mijn andere mama. Heel veel mama's. Heel veel mama's vandaag. En mijn andere mama die komt ook zo wat. En mijn begeleider is er ook vandaag. Wordt dus heel druk vandaag. Ja.